Van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis. Met vandaag een bijzondere gast. En dat is van D66 afkomstig. D66 Tiel heeft namelijk een wethouderskandidaat onlangs gepresenteerd. Die zit nu hier aan tafel. Stel jezelf eens voor. Nou, bedankt voor de uitnodiging. Mijn naam is Tienke van der Werf. Ik ben 54 jaar oud. Tot 1 januari was ik wethouder in de gemeente Zevenaar. De herindelingsgemeente Zevenaar. Ik ben getrouwd. Ik woon in het dorpje Babberich. Dat is een kleine kern. Nee. Oh, nog net dat is een niet. Kleine kern van de gemeente Zevenaar. Mm-hmm. Zevenaar, de nieuwe gemeente Zevenaar, bestaat uit 13 kernen. En Babberich is daar één van. Een heel klein dorpje net aan de Duitse grens. De laatste afslag van de A12, zeg ik altijd. Mm-hmm. Ik ben getrouwd. We hebben een samengesteld gezin. Mijn man die heeft 2 dochters. Die zijn al groot. De oudste is 30, de middelste 25 en we hebben samen 1 zoon van 21. Die woont nog thuis, studerend. Voordat ik wethouder was, was ik werkzaam in de educatie, voor- en vroegschoolse educatie. Ik kom uit de cultuur, kunst en cultuur, dus ik heb altijd een beetje op dat kruispunt gewerkt. Oké, maar van oorsprong ook uit die regio van Zevenaar en omgeving, of niet? Nee, helemaal niet. Ik zeg altijd van ook in Zevenaar was ik geen autochtoon. Ik ben geboren getogen in Rotterdam. Ik heb altijd in Den Haag en in Amsterdam gewerkt. Dus een Feyenoorder aan tafel. Zeker, ja. Kijk, natuurlijk. Nou, dat is mooi. Ja. Hey, de D66 die heeft meegedaan aan die verkiezingen naar die herindeling. Ja. D66 kreeg toen 1 zetel, geloof ik. En toen heb jij gezegd van nou, daar ga ik niet de raad in. Klopt. Op zich is dat natuurlijk wel logisch, hè, als je wethouder bent geweest. Vond ik wel moeilijk hoor. Ik vond het ook een moeilijke keuze. Ik heb hem wel snel gemaakt. Mm-hmm. Het was een teleurstelling. Hè. We hadden 2 zetels, we hebben er 1 moeten inleveren. Nou, daar heb ik natuurlijk allerlei ideeën over hoe dat zo gekomen is. We zijn heringedeeld. Hoe is dat gekomen dan? We zijn heringedeeld met de gemeente Rijnwaarden. Rijnwaarden heeft vooral een groot landelijk gebied met een aantal dorpskernen. Wij zaten daar niet in de raad. De raad van Rijnwaarden zaten 4 partijen in. 2 lokale partijen, het CDA en de Partij van de Arbeid. We hadden daar ook geen leden. De lokale partijen die zijn gefuseerd met elkaar tot 1 grote lokale partij. En die hebben veel kiezers aan zich weten te binden. En het CDA is eigenlijk terug van weg geweest. Die hebben een winst van 3 zetels behaald. Vanuit hun achterban in Rijnwaarden. Maar goed, teleurstellend. Heel teleurstellend, snap ja. Ik. Ja, vond het jammer. En ik heb natuurlijk verschillende voorbeelden gezien van oud-bestuurders die terug de raad ingingen. En nou, dat vind ik niet altijd even gelukkig. Ik krijg vaak een zure reactie. Ja, hè, toch? En dan zeker vanuit een oppositierol als enigste raadslid. Ja, dat is eigenlijk niet te doen, vind ik. We hadden nummer 2, die heeft het afgelopen 4 jaar gedaan. Die had enorm veel energie en zin om verder te gaan. Dus dat vonden wij met elkaar een betere keus. Dus vandaar dat ik al vrij snel een stapje terug heb gedaan. Maar nou de cruciale vraag. Hoe komt die wethouder Tienke uit Zevenaar nu ineens in Tiel terecht? Tiel terecht, ja. Hoe is dat gegaan? Ja, nou natuurlijk ging ik direct aan de slag. Je hebt als oud-bestuurder een wachtgeldregeling waar natuurlijk nou ja, altijd van alles om te doen is. Het is wel een belangrijk vangnet, hè, want anders krijg je niemand meer voor het openbaar bestuur. Ja, wethouder ben je met de waan van de dag. Zeker, dat kan iedere maand afgelopen zijn. Ik had van... Nou, natuurlijk kan het elke week veranderen, kan ik je melden. Ja. Ik had vanuit mijn vorige werkgever had ik geen terugkeergarantie. Dus ik vond het vooral logisch dat ik eventjes tijd nam om bij zinnen te komen. Ik ben een weekje gaan skiën met mijn familie. Maar daarna vond ik het toch wel tijd om de mouwen op te stropen en weer aan de slag te gaan. Ja, aan de bak. Dat is misschien dan ook mijn Rotterdamse inborst. Dat zou maar zo kunnen. Ja, wat zeggen ze dan ook alweer? Niet lullen, maar poetsen. Ja, dat zeggen ze, ja. Dus ik ben om mij heen gaan kijken. Dan zou een vervolgstap in mijn loopbaan natuurlijk buiten de politiek hebben kunnen plaatsvinden.
Maar ja, dat openbaar bestuur, dat trekt toch wel. Dus daar heb ik ook naar gekeken. En er waren een aantal gemeentes die nadrukkelijk ook een wethouder van buiten zochten. Dat zo heet dat dan. Tiel, dat kan ook, hè? Dat kan. Ja. Sinds begin 2000. Ja, en Tiel, D66 Tiel, die is al een geruime tijd op zoek naar ja, die naar waren daar heel, die waren daar heel open in. Die hebben ze niet gevonden. Ja, uiteindelijk heb ik gesprekken gevoerd. Zowel met Tiel als met de gemeente Zutphen. Zutphen vond ik ook interessant. Met wie heb je die gesprekken gevoerd als het gaat om Tiel? Als het gaat om Tiel, dan was dat eerst met een vertegenwoordiging van de fractie en bestuur. Dat was echt heel oriënterend. En ik heb daarnaast gesprek gevoerd met de wethouderscommissie. Er zat de oud-burgemeester in. Oud-burgemeester van? Van Culemborg, als ik het goed zeg. Van Schelven? Ja, ja. En iemand vanuit het bestuur, voorzitter van het bestuur. Die zaten bij de eerste serie. Daar zat fractievoorzitter Gelde Malsen zat daarin. En nog een D66er, dat waren drie mensen. Een oud-wethouder schoof ook aan tafel. Nou, dat was een interessant gesprek. Ze hebben gesprekken gevoerd met meerdere kandidaten. Daar kwam uit dat ze graag met mij verder wilden. Dus het was wel een degelijke club die daar aandacht aan besteed heeft. Ja, het waren ook pittige vragen die gesteld werden. Noem er eens een. Er werden natuurlijk parallellen getrokken tussen Zevenaar en tussen Tiel. Er waren een aantal inhoudelijke vragen, hè, bijvoorbeeld ook vanuit de oud-burgemeester van stel dat er in Tiel een schip met giftige stoffen een ongeluk krijgt en je hebt je bent loco-burgemeester, wat doe je dan, hè, op het moment dan zou ik zeggen auto pakken en wegwezen. Dan zeg ik direct de burgemeester bellen, waar die zich ook bevindt. Want dat is natuurlijk heel belangrijk, dat je je rol en je taak goed kent. En dat je dat ook in bepaalde situaties, dat je een soort rolvastheid hebt. En zo waren er dus een aantal vragen. Er waren een aantal van die casussen. Kom er nog eentje? Eens eventjes nadenken. Er waren ook wel een aantal vragen over collegiaal bestuur. Hoe ga je met je eigen portefeuille om en hoe collegiaal ben je ten aanzien van van de overige bestuurders? En ook bij D66 is integriteit een belangrijk issue. Ja. Werd daar nog over gesproken? Over integriteit als zodanig is er niet een casus in die gesprekken op tafel geweest. Maar het is natuurlijk enorm belangrijk. En binnen onze partijen en binnen partijbijeenkomsten is het eigenlijk altijd een onderwerp van gesprek. Ja, en hoe zie je dat zelf? Want het is af en toe een dun lijntje waar je over loopt. Waar is het nou de lobby en waar is het nou aantasting van het openbare bestuur? Hoe zie je dat zelf? Dat is een kompas wat je eigenlijk met je meedraagt en waar je zorgvuldig in moet opereren. En natuurlijk is het belangrijk op het moment dat er maar een schijn van is, dat je daar open over bent en dat je daar met elkaar over spreekt. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is om die smalle scheidslijn, zoals je het noemt, om die goed te bewaken. En dat ook daar inderdaad in alle openheid altijd over te spreken. Ja. Ja. Ja, zoals er een vraag is of een onduidelijkheid. Dat het in ieder geval open en bespreekbaar is. Dat is stap 1, maar een hele belangrijke. Nou, ik neem aan dat je je een beetje verdiept hebt in het Tielse. Zeker. Ik zal je niet lastig vallen met alle zaken die je eigenlijk niet kunt weten in die paar weken tijd. Mm. Maar als je nu van buitenaf kijkt naar Tiel, wat zeg je dan? En dan moet je natuurlijk niet per definitie een fantastisch verhaal houden, want het is hier top en leuk en gezellig. Nee, natuurlijk heeft Tiel zijn opgaves, hè, dat is heel duidelijk. Ik denk vooral binnen het sociaal domein, denk ik dat er een aantal fikse uitdagingen liggen. Maar ambieer je eventueel zo'n functie in het college? Nou, dat is eigenlijk uitkomst van coalitiebesprekingen, van onderhandelingen. En dan is het belangrijk dat je daar een goede verdeling in maakt die ook past bij de persoon. Tuurlijk. In Zevenaar had ik onderwijs en jeugd. Onderwijs is natuurlijk wel erg een D66-portefeuille. Vind ik heel mooi als je daar combinaties met jeugd, de jeugdzorg, jeugdbeleid kan maken. En wat heb je daar gerealiseerd als het gaat om onderwijs?
Je bent 4 jaar wethouder geweest en daarvoor heb je 4 jaar in de raad gezeten. Ja, hè? Klopt. Ja. Nou, we hebben bijvoorbeeld een vlekkenplan onderwijs, huisvesting hebben we gerealiseerd. Wat is dat? Dat je met elkaar goed nadenkt over op welke plekken in de gemeente scholen moeten komen of blijven. Ja, dat hebben we hier natuurlijk al voor elkaar, weten we. Nou, kijk, dat is hartstikke goed. We hebben de harmonisatie peuterspeelzaalwerk kinderopvang, dus die hele voorschoolse periode hebben we op een goede manier gerealiseerd in Zevenaar. Ik heb me heel hard gemaakt, bijvoorbeeld voor een technieklokaal op onze VMBO-vestiging, om ook jonge kinderen, dus basisschoolkinderen, al op tijd in aanraking te brengen met techniekonderwijs. Er is natuurlijk een schreeuwend tekort aan. Nou, dat zijn zo een aantal dingen vanuit mijn onderwijsportefeuille. En je zegt zelf cultuur-minded, hè? Vanuit de kunstwereld. Ja. Daar moeten we aanspreken wat er in Tiel gebeurt. Zeker, prachtig. Ik ben op pad geweest met Laurens Verspuy. Een middagje en natuurlijk zijn we begonnen in Zinder. Ik vond het heel erg leuk om te bekijken. Want ook in Zevenaar hebben we een fusie van de grote cultuurinstellingen achter de rug. Dat heb ik in mijn periode kunnen doen. Ik ben overigens begonnen met het terugdraaien van een structurele cultuurbezuiniging van €300.000. Dat was geen sinecure, maar wel erg belangrijk. Ook om die fusieorganisatie een goede start te kunnen geven. Wij hebben het in Zevenaar zo voor elkaar gekregen dat we een mooi cultuurbedrijf hebben gerealiseerd. Kunstwerk heet het, met een uitroepteken erachter. Die ook gezamenlijk huisvesting ambieerde. Nou, het definitief ontwerp was op 1 januari klaar. Eerste kwartaal 2018 zou de verbouwing beginnen. Dus het was voor mij heel leuk om in Zinder rond te lopen. Het was net alsof ik een stapje vooruit in de tijd nam. Zo kan het eruit komen te zien als grote cultuurinstellingen, educatie, de bibliotheek, een artotheek, als die de koppen bij elkaar steken. Dus dat vond ik geweldig, ja. Als je kijkt naar de laaggeletterdheid, hè, dat is een issue in riviergebied. Nergens in Nederland is dat zo laag als hier. Zo hoog, inderdaad. dat is natuurlijk best wel een opgave om daar in gezamenlijkheid mee aan de slag te gaan. Hè? Hoe denkt D66 daarover? Nou, het is natuurlijk enorm belangrijk om dat aan te pakken. Ik heb de afgelopen 4 jaren ook verschillende bijeenkomsten over laaggeletterdheid en de aanpak van laaggeletterdheid bijgewoond. Waarbij ik ook steeds getroffen was door de ervaringsverhalen van mensen die vertelden wat voor een invloed en wat voor een impact dat had op hun leven. En hoeveel voortgang en hoe positief ook de aanpak van laaggeletterdheid voor hen had betekend. Dus het is een enorm belangrijk item waar je op verschillende niveaus mee aan het werk kan. De bibliotheek is daar natuurlijk belangrijk in. Maar ook andere vindplaatsen, zoals de sociale dienst, eventueel een werkbedrijf. Dat is belangrijk om daar de koppen bij elkaar te steken, om ondernemers daarbij te betrekken. Ik vind het ook belangrijk dat ondernemers daar een verantwoordelijkheid in hebben en nemen om ook hun werk om ook te kunnen signaleren en daar ook openheid over te hebben. Ja. Hartstikke interessant, hè, om jouw verhalen te mogen horen. Het is een keuze, hè, die mensen kunnen maken op 21 maart. Heel dat belangrijk. Zijn de verkiezingen. Ga stemmen. Sowieso. Ja. Vertel me nog even kort, waarom D66 Tiel? Voor mij, waarom ik gekozen heb voor D66 Tiel? Ja, die kijker. Die zit nou thuis op de bank te kijken. Of waar ze het op waarom, bekijken. Waarom op D66 Tiel? Ja, zeg, dat is een aardige mevrouw, maar goed, het zal wel. Nou ja, D66 Tiel heeft natuurlijk hier in deze gemeente al 3 periodes lang verantwoordelijkheid genomen. Ik denk dat er in de afgelopen tijd hele belangrijke grote stappen gezet zijn. Over een aantal van die zaken, daar hebben we het net al over gehad. D66 gelooft in de eigen kracht van mensen. Dat is heel belangrijk, dat is voor mij belangrijk, maar ik denk dat dat ook kiezers moet aanspreken. Dus dat betekent dat we ook heel erg veel zien in burgerparticipatie, in
ideeën die uit de samenleving komen om daar ruimte voor te maken. Nou, daar staat D66 voor, daar staat D66 Tiel ook voor. Als ik het verkiezingsprogramma lees, dan lees ik dat tussen de regels, tussen elke regel. En daarnaast zijn er ook een aantal hele concrete speerpunten die hier in Tiel leven en die denk ik erg belangrijk zijn. Ik heb, als ik dat zo snel doorneem, dan lees ik het zwembad waar D66 een heel uitgesproken mening over heeft. Wat is die mening? Nou, een nieuw zwembad. Hè? Dus dat het, en dat het zwemmen heel belangrijk is, ook voor de regio, dat de regiofunctie van Tiel... De centrale functie van de stad Tiel. Issue met het zwembad is verhoed. We zijn er allemaal over eens dat er een nieuw zwembad moet komen. Wat er nu staat, dat kan eigenlijk niet meer. En het is maar hopen dat het volhoudt tot een nieuwe bad er is. Ja. Maar willen we dat gewoon in de uitgeklede versie hebben? Oftewel, gewoon plonzen en dat was het. Of willen wij een zwembad, zoals dat heet, met vertier? Nou, ik denk dat er heel veel mogelijkheden liggen in samenwerking weer. Mm-hmm. He, dus dat je dat traject zou moeten lopen. Dus dat er in ieder geval een nieuw zwembad is. En dat je kijkt naar welke ruimte je kan nemen voor extra's. In het programma lees ik dat bijvoorbeeld het zwemmen voor een bepaalde tijd wellicht gratis zou kunnen zijn. Ja, vond ik zelf een beetje als ik het programma bekijk. Nou, dat is mooi voor de bühne. Ik ken toch erg veel mensen die 's ochtends vroeg voor hun werk een paar baantjes gaan trekken. Snap dat is ik, belangrijk bewegen. Zeker, maar uiteindelijk moet het allemaal wel betaald gaan worden. Zeker, Maar er zijn wel keuzes te maken. Ja. Want er is een beetje het sentiment van, nou, Tiel heeft geen geld meer. Maar goed, de komende jaren structureel 2 miljoen extra, 2,2 geloof ik, als ik het uit mijn hoofd zeg. Dan zijn er best nog wel keuzes te maken. Ja. Ja, ja, dat klopt. En als het aan u ligt, bent u daar onderdeel van? Ja, heel graag, ja. Nou. Ja. En dan zal ik inzetten op duurzaamheid. Dat vind ik ook erg belangrijk. Dat heb ik ook de afgelopen jaren gedaan. En wat dan ook belangrijk is, is dat Tiel daar verantwoordelijkheid in neemt. Ook weer vanuit een regiofunctie. Daar ligt een grote opgave in de toekomst. Ja. Nou, hartstikke bedankt voor uw bijdrage. En wellicht gaan we u in de toekomst, nabije toekomst, nog zien. Nou, ik ben steeds in Tiel. Ik heb er al een leuk avondje uit gehad. Naar de Agnietenhof ben ik geweest, lekker gegeten. Maar ik draag ook mijn steentje bij aan de campagne. Ik maak kennis in ieder geval met de fractievoorzitters, de lijsttrekkers van de coalitiepartijen. Ik ben bij de laatste raadsvergadering geweest. Dus ik hoop ook in ieder geval tot aan de verkiezingen goed zichtbaar te zijn. En als mensen vragen hebben, dan hoop ik dat ze die ook stellen. Dan wel via de digitale kanalen, maar natuurlijk ook live op momenten dat ik ergens bij een campagneactiviteit aanwezig ben. Nou, daarbij veel succes gewenst. Ja, dank u wel. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.